ja, Nora is alvast een zoektocht naar het perfecte bed begonnen. En ja, ik weet niet, Nora, deze, hè? Die. Ja, die past helaas niet in je kamer. Jammer, hè? Ja, we hebben een beetje een probleem, want Nora's bed is kapot gegaan. Wat is er ook alweer kapot? Hekje. Ja, het hekje is eruit gevallen. Ik weet ook niet hoe dat kan, maar dat is gebeurd. Dus tijd voor een nieuw bed. Op zich geen ramp. Nora heeft nog een peuterbed. En ze is ruim 4. Ze denkt zelf dat ze 8 is, maar ze is ruim 4. Ja, dat bedoel ik. Het hekje. Dan rol je op de grond zonder hekje. Dus niet zo erg. Maar hoe ga ik dan slapen? Ja, daar moeten we ook iets op verzinnen nog eventjes. En we moeten voor jou een nieuw bed gaan kopen. Wat voor bed wil je graag hebben? Prinses. Een prinsessenbed. Nee, ik moet een Elsa. Een Elsa-bed zelfs. Nou, dat zal prachtig worden. Ja, dus we hebben een missie. We gaan op zoek naar een nieuw bed. Wat wel prinses is. En niet al te hysterisch. Ja, Nora is alvast een zoektocht naar het perfecte bed begonnen. En ja, ik weet niet. Nora, deze, hè? Die. Ja, die past helaas niet in je kamer. Jammer, hè? Nou, na een bloedige zoektocht hebben we een bed gevonden wat Nora mooi vindt. Toch, Noor? Ja. Ja? Een vogelhuisbed. Of een huisje, of hoe je het ook wil noemen. Met rozen erbij. Met rozen erbij. Dus deze moet het worden. En kan het is een boven kan ik dan spelen. Ja, boven kan je dan spelen. Ja. Nou, gelukkig zijn we eruit. Nora's bed wordt hier achter mij in elkaar gezet. Want we hebben er eentje gekozen met montage inbegrepen. Vond ik zo'n goed idee van mezelf. Want het scheelt een hoop tijd en moeite en frustratie. En ik snap de tekening niet en help, help, help. Dus montage zit er gewoon bij. En het wordt nu in elkaar gezet. En Nora is nu op de opvang. En als ze straks thuis komt, ze weet dat haar nieuwe bed klaar staat. Dus ik ben super benieuwd wat ze ervan vindt. Nora is verder heus niet benieuwd naar haar bed. Oh, Nora, ga kijken, ga kijken, ga kijken. Waar zijn de plantjes? Wow, Noor! Waar zijn de plantjes? Ja, die moeten er nog in. Net als het matras onderin. Waar is het? Altijd leuk, zo'n kritisch kind. Kasper! Kasper! Wat is het? Hij is gaaf, Noor, of niet dan? Wow, dit is wel gaaf! Dit is! Moet ik boven slapen? Wat je zelf wil? Ik doe het slaap. Het is de eerste avond in je nieuwe bed, Noor. Ben je er blij mee? Ja. Ga je lekker slapen? Ja. Welterusten, liefje.